Vlak voor haar 100ste verjaardag wacht zuster Leona een enorme verrassing. Met een smoesje is ze door haar medezusters naar de eetzaal gelokt. Ze is een grote fan van André Rieu, heeft al zijn cd's en volgt alles van hem op de tv. Zijn muziek doet de mensen goed, zegt ze. Tada. Dat ging meteen open. Hallo. Dag zuster. Ja, dankjewel. Hallo. Enig. Zo, wij komen... U bent toch nooit hier geweest, denk ik? Nee, hè? Ik ben hier nog nooit geweest. Wel bij de broeders. Oh ja? Omdat ik bij de broeders op school gezeten heb. Oh ja. De allemaal in school. Ja. We dachten u om uw verjaardag een beetje extra te geven, hebben we iemand uitgenodigd. Ja. Iemand die muziek maakt. Oh, dat is gezellig. U kunt misschien wel raden, maar het is een eer dat hij u hier komt feliciteren. Nou. Mag ik, meneer? Ze heeft me nog niet gezien. Heeft u? Nee. U heeft het denk ik nog niet zo goed kunnen zien. Nee. Maar we gaan maar een beetje dichterbij komen. Oh. Hallo. Oh. Ja, ik ben er. Ja, leuk. Vindt het leuk? Oh, buitengewoon. Ja? Ongelooflijk. We gaan samen dansen op de Vriethof. Zullen we dat doen? Ja, dat doen we. Ja? Ja, dat doen we. Ja, ik heb gehuurd dat je een fan bent. Ja. En toen dacht ik, ja, luister, een fan die 100 wordt en dan nog geren naar de Vriethof wil komen, dan kom ik zelf dat heel even zeggen. Dus hij bij zit je uitgenodigd. Oh, zeg. Buitengewoon. Om op de Vriethof te gaan dansen. Oh. Zullen we dat doen? Met mij. Met mij? Ja. Oh. Ik kom naar onder en dan gaan we dansen. Oh, leuk. Ook. Oh, en alle andere zusters, die mogen ook komen. Hè. Oh ja. Ja. Maar wel allemaal dansen, hè. Ja. Anders zeg jij dat niet. Oké? Leuk. Fantastisch. Zo. Oh, leuk. Bedankt. Oké, keren gedaan. Ja. Is er bij? Nu gaan we wel een tuurtje eten. Ja, zeker. Is er koffie bij, dames? Ja. Leuk. Dat had ik nooit gedacht. Oh, wat een verrassing. Ik zag hem achter die pilaar en toen dacht ik aan zijn haren te zien. Ik denk, het zal toch niet Rieu zijn? Ja. Eigenlijk alle ideeën. Ja, dat was een keer pas woensdag. Toen speelde je hier nog. Weet je wel, op dat plein. Ja. Ja, dat speelde. En toen dacht ik, ik moet even gaan kijken. En toen kwam ik. Heb je met gezonkeld? Ja, ja. Dat was gezellig daar. Ja, oh, het was ontzettend gezellig. En toen kwam ik hier. Hoe ik het gedurf had op pas woensdag. Ach, ja? Daar gaan te oei. Luisteren. Oh. Ja. Echt waar? Ja, ja. Nou, wat zei dat? Moeder Overste? Nee, dat was deze moeder Overste niet. Dat was een andere. Maar, was die streng? Ja, die was streng. Ik, en wat ben je geweest vanmiddag? Ik zei, ik ben bij Rieu geweest. Gaan kijken hoe de sfeer was. Ja. Ik vind de sfeer altijd zo. Ja, daar gaat het mij om, de sfeer. Hè? En wat was de penitentie toen? Ja. Vroeg naar bed. Vroeg naar bed. We hebben vandaag voor zuster Leona de 100-jarige een feestmenu gemaakt. Die bestaat uit een tomatensoep met gehaktballetjes, een beetje vermicelli en lekker gekruid. Daarna krijgt ze een kipfiletje gebakken met frietjes, gebakken witlof, appelkompot en eventueel salade bij als ze wenst. En daarna krijgt ze een mooi ijsdesertje. Nou, feestmaal. Feestmaal. Graag gedaan. Ja, de frietjes. Dankjewel. Ja.